Word je dan nog gebeld door de premier? Of door... Hij heeft vanochtend gebeld, ja. Okay. Dat vond ik, en er hebben heel veel collega's gebeld. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. En dan, maar even Rutte, wat zei hij? Wat, je nam op, wat zei hij? Nou ja, ik was verbaasd dat hij toch de tijd had om mij even te bellen. En dat was echt niet een gesprek van 20 seconden. Maar dan belt hij wat langer en dan haalt hij toch een aantal herinneringen op. Ik moet je zeggen, ik vond dat uitermate sympathiek. En je zegt dat veel collega's je gebeld hebben. Wie ga je het meest missen? Oh, dat is moeilijk te zeggen, maar er zijn er een aantal. Er zijn mensen waar je het politiek niet mee eens bent, maar waar je wel op de een of andere manier een band mee hebt. Wie was dat dan? Nou, bijvoorbeeld Geert Wilders en ik hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Och ja. In Venlo, het Sint Thomas College. We zijn allebei tomaat. En als wij in de lift stonden... Allebei tomaat? Ja, Thomas College. Een leerling aan het Thomas College is een tomaat. Jij denkt ook aan de SP. Ja, dat denk ik dan. Maar wij denken dan aan iets anders. Maar als wij in de lift staan samen, dan zingen we samen Venlose carnavalsliedjes. Dat is gewoon een beetje traditie. En wat ga je het meest missen aan je kamerwerk? Aan je kamer? Nou, toch dat je die mensen thuis een stem kunt geven. Ik heb er echt nooit voor mezelf gezeten. Ik heb er altijd gezeten omdat ik vind dat ouderen ondervertegenwoordigd zijn in de Kamer. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse parlement, is dat toch een stuk jonger dan in de meeste andere landen. En als je ziet hoe die ouderen de afgelopen 12 jaar voortdurend gekort zijn omdat ze niet geïndexeerd zijn met hun pensioen, vind ik het wel heel belangrijk dat ik dat onderwerp in ieder geval politiek heb kunnen agenderen. 50PLUS heeft 1 zetel gehaald. Ja, triest. Nog een keer. Triest, zei ik. Waarom weer triest? Nou ja, weet je, die ouderen hebben echt een stem nodig. En nu hebben ouderen de keus uit een partij die op andere onderwerpen extreem rechts is, of een partij die op andere onderwerpen extreem links is. En 50PLUS was toch een partij in het midden, en die zou eigenlijk veel meer van die ouderen hebben moeten kunnen binden. Hebben jullie elkaar nog gebeld, mevrouw De Haan en jij? Nee, dat is triest, maar niet waar. Ik heb er toen ze benoemd was, heb ik er meteen een appje gestuurd en gezegd, zullen we samen koffie gaan drinken? Want dan kan je heel veel over die partij leren. Toen werd er heel dapper op mij het etiket geplakt dat ik een ruziezoeker zou zijn. Nou, inmiddels is wel gebleken dat echt niet aan mij lag, maar het is ook gewoon doorgegaan. De laatste jaren van jou in de politiek zijn vooral gekenmerkt door ruzies. Ja, van de ene partij naar de andere, afscheidingsbewegingen en allemaal gedoe. Wat neem je jezelf daarin kwalijk? Oh, dat ik niet veel eerder met de vuist op tafel heb geslagen. Dat is een beetje mijn makke. Binnen 50PLUS? Binnen 50PLUS.